Vandaag zijn we in Veenhuizen. Wij gaan meedoen met de zomerbosloop. Dit is een relatief klein loopje. En wij gaan de 5 kilometer doen. Ik ga nu even mijn startnummer ophalen en we zien elkaar zo bij de start. Nou, we hebben ons startnummer weer binnen. Het is nummertje 351 geworden dit keer. Wij gaan hem eens even opdoen en daarna een heerlijk 5 kilometer loopje. Tot zo! Nou, we staan bij de start. We gaan nu beginnen. Geniet ervan, jongens. En ik zie jullie bij de eerste pitstop wel weer. Heel veel succes allemaal. Nou, we zitten op de 2 kilometer nu. Het is wel weer een prachtig gebiedje hoor. Veenhuizen. Nooit geweest. En toch vlak bij huis. Ja, het is ook heerlijk warm. Volgens mij zitten we nu alweer op 22, 23 graden. Ze hadden hier voor deze run ook een canicross georganiseerd. Voordat de hondjes mee kunnen lopen. Maar helaas, daar was het iets te warm voor. Ja, één ding. Dat zeg ik altijd, hè. Maar jullie weten het. Subscriben, liken, een belletje en een comment. En dan ben ik weer tevreden. Nou, we gaan het fietspad maar even snel verder lopen. En dan komen we zo het bos wel weer in, denk ik. Het ziet er hier prachtig uit. En we gaan hier nog eventjes 3 kilometer van genieten. Ik spreek jullie straks weer. Yo! You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you, getting away with everything they do. This can't keep going on. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. Tell me, cause I'm looking out for you. This can't keep going on. No, cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. We're gonna find them. La 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 la. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. Oh, we'll be running with the lions, lions. Ooh, they can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. Cause you're not alone in this. Together, no, you're not alone in this. Ik vind het wel even weer een keer leuk, zo'n loopje in het bos. Heerlijk. Het is veel obstakels en er zou ook nog een boom op het pad liggen, ergens. Maar ik heb hem nog niet gezien. Ja, we zaten net echt in de gigantische dichte bebossing. En ja, ik vind het toch wel fijn lopen. Dat is wel lekker. Nou, ik hoop dat wij straks ook weer een heerlijk speciaal biertje krijgen, want die van vorige week, tja, hoe heette die ook alweer? Het was de Orval. Nou, als je iets niet moet kopen in de winkel, is het de Orval. Het ding kostte ook al iets van 4, 5 euro per flesje. En ik dacht, nou, iets zo duur, dat moet wel goed zijn. Maar nee hoor, wat een smerige bocht was dat. Nou, we gaan er niet van uit. Komt niet vaak voor dat ik een pilsje niet lust. Dus ik ga ervan uit dat dat wel goed komt. We hebben nu nog 1,5 kilometer. En dan zijn we er alweer. Ik spreek jullie straks weer. Jodel! time, a generation of my time. There is nothing we can do. Pardon, het is toch wat. We kunnen niet verder. Boom! Op de weg. Grapje natuurlijk. Maar het zal maar eens te donker zijn en je ziet hem niet. Dan ga je toch aardig op je giegel. Ja. Volgende week. Dat wordt pas een mooie. Dit is ook een mooie. Maar volgende week gaan wij naar het TT-circuit in Assen. Waar normaal de MotoGP gehouden wordt. En allemaal motoren over het circuit heen denderen. En wij gaan daar 2 rondes van 4,4 kilometer rennen. Nou, dat vind ik wel redelijk uniek. En het is tevens ook de laatste keer dat het daar kan. Dus ja, lijkt mij dat het ook wel een aardig unieke video wordt. Dat vind ik wel weer leuk. Nou, we hoeven nog maar, volgens mijn klokje, nog maar 700 meter. Dus we zijn alweer op de terugweg. En ja, dan zijn we wel toe aan een heerlijk drankje. Nou, wij denderen hem nog even verder. Ah, nog maar 650 meter. Wat zal dat? Heerlijk. Ik spreek jullie wel bij de finish. YOLO! My baby, I'm hesitating, and I don't know why. I don't know where we're going, don't know if I want to, even if I told you. Now my heart has changed its mind. Hey, listen, you need to understand, there's nothing wrong with you. I didn't mean to trick you into things I didn't want to. Never meant to hurt you, never meant to make you cry. No, I don't know if I wanna stay or go. Lately, my love for you has been covered in maybe's. I guess it's stuff I'm going through, and maybe I just need to be alone. I can't pretend I'm pretty baby. I know we can't be friends. That's why I took some time to figure out what I really want. It's crazy to even think about leaving us behind when we spent all of this time. I know we have it good. I thought it was me and you, we were true, but something doesn't feel right. No, I don't know if I wanna stay or go. Away, don't know where I'm heading, just know that I'm going, so I keep on walking away. I'm saying bye. I'm walking away, bye, bye, so slowly. I'm walking away, don't know where I'm heading, just know that I'm going, so I keep on walking away. No, I don't know if I wanna stay. Need to be alone for a while. 31, 51. Dat was hem dan. De zomerbosloop van Veenhuizen. Wij gaan snel richting de afsluiting. Ik spreek jullie zo. Dat was hem dan, de zomerbosloop in Veenhuizen. Ja, het was een prachtig natuurgebied. Ik wist niet dat dat ook weer in Drenthe bestond. Ik kom op zoveel gekke plekken hier. Je denkt alles gehad te hebben en je ziet weer wat moois. Ja, bomen op de weg. Nou, daar moesten we even overheen springen. En voor de rest ja, ging het hartstikke lekker. Ja, vergeet trouwens even niet jongens, eventjes te subscriben. Liken, druk op het belletje en laat even een berichtje achter. En ja, dat vind ik natuurlijk hartstikke leuk. Volgende week gaan wij richting de Assen, richting de TT-run. Ik ga dus 2 rondjes over het TT-circuit in Assen rennen. En dat is ook tevens de laatste keer dat het mag. Want ja, ze willen het niet meer. Dus dit is het allerlaatste jaar. Dus ook wel een redelijk unieke loop. Ik zweet nog behoorlijk van het rondje 5 kilometer. En ik heb ook behoorlijke dorst. Wat is mij weer meegegeven vandaag? We gaan eens eventjes kijken. Het is vandaag geworden de St-Feuillien Grand Cru. Dry hopping uit 1873. Nou, 9,5%. Het is weer zover. Ach nee toch. Dat moeten we niet willen. Nou, wij gaan eens eventjes kijken hoe het biertje smaakt. En wij gaan er eens eventjes lekker van genieten, hoop ik. En kijken of hij ook gaat ploppen. Komt-ie dan? Nee, alweer niet. Dat geplop, dat is gewoon echt verleden tijd. Eerder was het hartstikke leuk, maar... Nou, daar gaat hij, de St-Feuillien of zo, Grand Cru. Ik zal eens even een slokje nemen. Oh, hij is lekker fris. Hij is niet zo goor en smerig als die van vorige week. De Orval, nee, dat nooit kopen. Maar deze die is wel lekker fris, hé. Nog even een slokje. Ja, hier kunnen we wel lekker van genieten. Bier, wat staat er allemaal op? Van Brouwerij St-Feuillien is een extra blond degustatiebier nagegist op de fles met een krachtig karakter. En ze hadden erop kunnen zetten, lekker fris. Nou jongens, ik ga even heerlijk van dit pilsje genieten. Ik hoop dat jullie van de loop genoten hebben. En ik zie jullie volgende week in Assen bij de TT-run. En de week daarop zitten wij bij de 4 mijl van Emmen. Dat is weer lekker dicht bij huis. Ik zou zeggen jongens, geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven.